vreselijk geschrokken en hebben allemaal bibberig gevoel. Bij een felle brand aan het Luterhof in Hilversum zijn twee bewoners zwaar gewond geraakt. Rond 4:30 ontstond de brand, waarvan de oorzaak nog altijd onbekend is. Wat ik heb begrepen is dat er heel veel rook uit de woning kwam. En op het moment dat de brand weer aankwam, knalden de ramen eruit. Dan spreek je van een uitslaande brand. Wat kunt u vertellen over de slachtoffers? Nou, we kunnen in ieder geval vertellen dat er twee slachtoffers uit de woning zijn gehaald. En op het moment dat ik hier aankwam als woordvoering, zag ik dat ze op de brancard lagen. En voor de rest zijn ze aan de zorg van de ambulancedienst overgedragen. In de buurt rondom de woning wordt geschokt gereageerd. Al vertellen meerdere buren dat er niet veel onderling contact was. Kent u de mensen die daar wonen? Alleen maar van gezicht en zijn heel erg op zichzelf. En dan zie je goedemorgen en goedemiddag op het parkeerterrein. Het zijn mensen die waren erg op zichzelf. Ze hebben alle twee een motorrijbewijs. Ze gingen met z'n tweeën een grote eenheid. Gingen ze lekker met de motor op stap. Maar dit is in je eigen straat is wel heel erg. En ik hoor ook dat ze zijn dus zwaar gewond. Over de oorzaak van de brand gaan meerdere verhalen de ronde. Zo koppelen sommige buurtbewoners de brand aan een incident van vorige week. Bij dezelfde woning werd toen een ruit ingegooid. De politie wil dat verband echter nog niet leggen, maar heeft vandaag wel volop onderzoek bij de woning gedaan. Team brandonderzoek van de brandweer heeft ook aangesloten. En ze willen tot op de bodem uitgezocht hebben wat hier is gebeurd en hoe het allemaal zo is gekomen.